Dit is de Make-up Masterclass. Ik zit 17 jaar in het vak als hair en make-up artist. En omdat ik vind dat er talloze superleuke beautyvlogs zijn voor en door hele jonge meiden, maar dat er voor de meisjes van 40 plus eigenlijk nog niet zoveel is, daarom dus nu mijn beautyvlog. Vandaag gaat mijn vlog over wimpers. Hoe creëer je bij jezelf mooie, vollere, langere wimpers? Nou, dat doe je natuurlijk met valse wimpers. En daar kun je natuurlijk een hele wimper voor gebruiken. Of losse wimpertjes. En ik ga vandaag met losse wimpertjes werken. In een andere vlog laat ik misschien nog wel een keertje zien hoe je met een hele wimper werkt. Maar vandaag dus de losse. Ik ga werken met de wimpertjes van Broadway. In dit doosje zit 1 maat wimpertjes. En ik heb er nog een extra doosje bij van Essence. En daar zitten meerdere maten in. En dan kun je ook een beetje spelen met de vorm die je wil maken, zeg maar. Nou, dan heb je natuurlijk lijm nodig. Er zit lijm in het doosje, maar die vind ik niet fijn om mee te werken. Ik werk heel graag met Duo. Dit is een witte lijm die transparant opdroogt. Dan heb je natuurlijk nodig, tenminste vind ik heel fijn werken, een tweezer. Een heel klein spiegeltje, vergroot spiegeltje. En ik vind mijn eigen wimperkammetje hier nog wel eens van pas komen. Dus dat zijn de tools. En dan ga je aan de slag. Ik heb de wimpertjes uit het doosje gehaald en de lijm heb ik uit het vakje gehaald. En in dit vakje ga ik nu gewoon een beetje van deze duolijm doen. Voordat je gaat plakken, kam ik eigenlijk altijd eerst eventjes mijn wimpertjes door. En kam ze een klein beetje naar beneden, omdat je zo dadelijk namelijk die kleine wimpertjes op de jouwe gaat leggen. En dan is het handig als ze een beetje platter zitten als het ware. Dan pak je je wimperdoosje en dan doe je hem dus zo houden. En dan pak je met een pincet zo het wimpertje eruit. Duwt het knoopje waar die wimpertjes op vastzitten in de lijm. En dan heb je een klein lijmbolletje hier aan zitten. Dit moet een heel klein beetje drogen. Want als de lijm wat droger is, wordt hij wat taaier. En dan blijft hij in één keer eigenlijk goed zitten. En dan begin je bij je buitenste ooghoek. En dan leg je hem op die wimper. Je plakt ze aan je wimpers vast, dus niet aan de huid. En het volgende trucje wat ik dan altijd doe, is eigenlijk gewoon een paar van die wimpertjes eruit halen, in de lijm dopen en dan even hierop leggen. Zodat ze langzaam een beetje kunnen drogen en dan kun je wat sneller achter elkaar doorplakken. Want anders is het best een tijdrovend klusje. En je zult ook merken als je dit voor het eerst doet, dat het allemaal best een beetje moeilijk is om het netjes te doen. Maar het is eigenlijk niet zo erg als het een beetje warrig lijkt, want dan ziet het er net even natuurlijker uit. En dan voor het binnenste ooghoekje, dan worden je wimpers natuurlijk van nature ook wat korter. Daar ga ik dus zo'n kort wimpertje plakken, zodat hij zeg maar mooi van kort naar lang loopt. Nou, dat binnenste ooghoekje is natuurlijk wel een priorwerkje. Nou, dan vind ik het mooi om het accent zeg maar aan de buitenkant van mijn oog te leggen. Dus ik ga nog een paar wimpertjes opdubbelen. Overigens kun je natuurlijk ook zeg maar rekening houden met de vorm van je oog. En ook de vorm die je wil maken. Als je dat katachtige wil, dan leg je het accent van lengte zeg maar aan de buitenkant van je oog. Maar misschien wil je juist ronde ogen. En dan bouw je het weer op, zeg maar, door aan de buitenkant iets korter, in het midden weer wat langer en dan naar binnen toe weer korter. Je ziet al dat het een groot verschil is tussen wel wimpers en geen wimpers. Dus ik ga gauw mijn andere oog doen. Je zult ook merken dat je ene oog veel makkelijker gaat dan je andere oog. Maar ja, oefening baart kunst. En dan pak ik weer zo'n kleintje voor de binnenste ooghoek. Nou, ze zitten erop. Heel groot verschil nu al. Je kunt je voorstellen als er een beetje mascara overheen gaat, dat dat nog een dramatischer effect geeft. Dus hier kun je een beetje mee spelen. Hè? Of je een beetje een naturel look wil, of misschien zet je deze wimpers wel over een smoky eye. Dan nog lekker mascara eroverheen, dan heb je natuurlijk weer een hele andere look. Ik heb de Long Lash Mascara van Laura Mercier. En daar ga ik een laagje mee opzetten.
En probeer als je mascara opzet dat je ook goed die aanzet weer zwart krijgt. Toch nog even mijn wimperkammetje standby. Heel eventjes. Dan kan je ook nog wel een klein beetje duwen en trekken, zeg maar, aan de wimpertjes. Op die onderste wimpertjes moet je nu natuurlijk ook gewoon even goed wat mascara zetten. Dus echt wel een paar laagjes aanbrengen. Nou, het is toch weer uit de hand gelopen natuurlijk met een heleboel mascara erop. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Succes als je het ook gaat proberen. En tot de volgende keer. Dag!